jullie zijn in de Grote Kerk bij de Wijkertorenmarkt. En die organiseren wij 4 keer per jaar met allemaal ambachtslieden. En dat is dus vandaag voor de kerst. Echt een kerstmarkt, maar ook met een goed doel gekoppeld? Nou, het is niet over het algemeen een goed doel, maar we hebben hier natuurlijk wel een aantal goede doelen staan. Dus die voor Stichting Sangimala staat hier onder andere, die verzamelen geld in voor Nepal. We hebben hier een goed doel staan van een Beverwijkse inwoner, die is heel ernstig ziek. Die zou eventueel geholpen kunnen worden in Amerika. En daar worden ook spullen voor verkocht. En we staan hier met het Houten Huis, het doel waar wij ons eigen zelf aan verbonden hebben. En het Houten Huis, dat is er nu niet. Dat komt in de loop van december. Ja, dat klopt. Het Houten Huis, dat gaat van start op 19 december. En dat duurt dan tot 22 december op het Stationsplein. En dan gaan we 4 dagen lang radio-uitzending maken voor de Linda Foundation. We spreken hier met een van de organisatoren van het Houten Huis. Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Mijn naam is Margit Jedema en ik ben vrijwilliger bij Radio Beverwijk. En Radio Beverwijk die heeft voor de 2e maal dit jaar het Houten Huis georganiseerd. En dit keer is het vanaf het Stationsplein 4 dagen, 24 uur per dag. Vanaf het Stationsplein dus 19 tot en met 22 december. En de organisatie heeft zich verbonden van Houten Huis aan de Linda Foundation. En wat we vergeten is dat er nog heel veel armoede is in Nederland, maar ook in Beverwijk. Het blijkt dat 1 op de 9 gezinnen daarmee te maken hebben. En wij willen juist die gezinnen, met name ook de kinderen die in die gezinnen wonen en leven, om daar even een kleine lift te geven gedurende de decembermaand. En dat wordt gedaan door middel van dat er vouchers worden gemaakt door 4 sponsoren vanuit de Linda Foundation. Ik ga ze gewoon 1 keer even noemen. Dat is de CNA, Intertoys, Albert Heijn en de HEMA is dat. En die maken een box van €500 en die gooien ze dan ook nog eens extra erbovenop. Is het een waarde van €600. Maar nu is het natuurlijk wel de bedoeling dat wij geld gaan creëren, want het moet natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat wij met niks aankomen dit jaar. Vorig jaar hebben we bijna €12.000 op mogen halen. En dit jaar proberen we daar natuurlijk overheen te gaan. Maar je weet natuurlijk nooit wat de tijd brengt. En dat doen we dus vandaag door middel op de Wijkertorenmarkt ook lichtjes in de duisternis te verkopen. En een mooie link met vandaag Wereldlichtjesdag. Ja, dat is een toeval eigenlijk die we tevoorschijn kregen van mijn buurvrouw die prachtige dingen ook nog verkoopt. Is dat het blijkt dus inderdaad dus de dag van het licht ook te zijn. Dus ook juist om te denken aan de mensen die niet meer bij ons zijn. We staan hier bij een stalletje met allerlei honing en deze mevrouw die is daar de verkoopster van. Ja, ik ben van Imkerij Polderbijen. Ik heb zo'n 25 bijenvolken en die gaan in het voorjaar natuurlijk naar het fruit toe. En in de omgeving waar de gewone paardenbloemen en de dijken bloeiende dijken hebben. Dat is tegenwoordig schaars, want het waterschap die is met de verbrede dijken bezig. Maar helaas geen enkel bloemetje, wel 5 soorten gras. Dus dat is een hele grote verarming voor de insectenwereld. En de bijhouders ja, die proberen de leukste plekjes te zoeken voor hun bijenvolken. Gevarieerd natuurlijk. In de stad, de stadslinden. En bij de boerderijen staan ook heel erg veel linden. Maar de paardenbloemen en het fruit is wel heel erg belangrijk. Ik verkoop uiteraard de honing. Maar met de bijenwas doe ik ook natuurlijk wat. De bijenwas maak ik kaarsen van. Allerlei soorten, allerlei maten. Is leuk voor de feestdagen. Pure 100% bijenwas, niets anders toegevoegd. Maar ik maak ook bijenwasdoeken. Die gebruiken we om een broodje in te verpakken of een stuk kaas of een stuk koek in te pakken. Dat blijft het net zo goed als je het gekocht hebt. Wel gezellig allemaal hier. Ja, het is hartstikke gezellig. Het waait wat, maar goed, het is wel droog en zonnig. En er komen hartstikke veel mensen hier in de kerk eens kijken. Sowieso leuk om de kerk te zien, maar ook de waren allemaal natuurlijk. Ja. En wat verkoop je? Wij verkopen chocoladewerken, luxe zoetwaren. Met de kerst hebben we natuurlijk een paar hele mooie producten, maar ook onze verse fudge. Nog wat marsepeinen. Nou goed, allemaal lekkere dingen vooral. En dat komt allemaal uit ons eigen atelier.